Mijn naam is Sidi Larbi Cherkaoui en ik ben half Marokkaan, half Belg. Of eerder, ik zeg liever, ik ben volledig Belg en volledig Marokkaan. Mijn vader is Marokkaans van Tanger, van het noorden van Marokko. En mijn moeder is van Antwerpen, van België. Ik ben opgegroeid hier in Antwerpen en ik heb wel Arabisch geleerd en mijn gebeden en zo geleerd, in de zin van dat ik heb leren lezen en schrijven. De Koranschool heb gedaan toen ik klein was, maar ik sprak wel geen Marokkaans eigenlijk. Ik kon het nadoen, maar ik kon het niet echt spreken, omdat mijn ouders altijd in het Frans spraken. Dus in die zin ben ik heel Belgisch, omdat we Frans en Nederlands spraken in het huis, in Hoboken. Wat dat eigenlijk een soort van suburb is van Antwerpen. Ik ben daar opgegroeid met heel veel met mensen van een beetje van heel verschillende afkomsten. Allee, dus mensen uit Griekenland, mensen uit Marokko, uit Turkije ook. Dus mijn vriendenkring op school was er een van mensen die een beetje van overal kwamen, of toch. Eigenlijk ook niet. Die kwamen niet van overal, die kwamen van Antwerpen. Maar hun ouders kwamen van overal. Dus Antwerpen was in die zin wel degelijk die havenstad waardoor dat mensen gingen en op een bepaald moment misschien sommige mensen ook bleven. Ik probeer dat ook op die manier altijd te benaderen. Te zeggen van dat steden wel degelijk een functie hebben van doorsluizen en ook op bepaalde momenten van het sedentair maken van iemand. Dat daar niet een. En dat die keuzes eigenlijk nog altijd bij de mensen zelf liggen. Niet echt bij die stad. Die stad heeft geen inhoud zonder mensen die daar inhoud aan geven. Zoals dat de meeste mensen normen hebben en denken van dit is juist en dit is fout en dit is normaal en dat is niet normaal. In kunst is dat ook. In kunst hebben mensen zoiets van dat is mooi, dat is lelijk. Dit is dat soort dans en dat is dat soort dans. En we hebben een enorme nood aan definities, aan het plaatsen van alles en van iedereen en dat in vakjes te duwen. We weten allemaal hoe dat we dat niet graag hebben voor onszelf, dat iemand ons in een vak duwt. Maar op een of andere manier doen we niks anders aan de anderen dan dat. Heel een tijd het plaatsen van die zit zo in elkaar en dat zit zo in elkaar. Dus met de danskunst zelf had ik ook meteen richtingen die mij werden bijna opgelegd van ja, dit is hip-hop en dat is klassieke dans en dit is flamenco. En alles had zo zijn eigen plek. En die definities zijn er om ons te helpen, om richting te geven, maar die worden al snel ook een soort van gevangenis, iets waaraan dat we ons moeten houden. En wat ik gemerkt heb, is dat heel vaak in kunst en vooral in zoiets als dans, dat echt constant in beweging is eigenlijk, hè, want het gaat eigenlijk dan over het concept bewegen, dat verandert heel een tijd. Dus wat dat wij nu, pakweg om een voorbeeld te geven, Kathakdans noemen, een Indische danssoort uit het noorden, is niet de Kathakdans van 100 jaar geleden. Dat kan ook niet. Er is een natuurlijke evolutie. Mensen behandelen culturen of dansculturen of andere mensen zelfs een beetje als Polaroids. Ze nemen een foto en ze denken van dit is het. En ze zitten dat zo in hun eigen museum, waarin dat ze plaatsen dat is van die periode, dat is van die periode, die ziet er zo uit en die ziet er zo uit. Dat is die kunst, dat is die kunst. Maar eigenlijk zijn de grijze zones of ook zijn al die kunstvormen of al die mensen nog zo veel, veel complexer en veel gelaagder en zitten die, zijn er veel meer linken te leggen. Het is een soort van netwerk, een beetje zoals bij neuronen, waarin dat alles op andere manieren ook verbonden kan worden. En heb ik de indruk dat we misschien minder moeten denken over definities en meer moeten denken aan verhoudingen. Omdat via de verhoudingen kan je iets bereiken via één verhouding, maar ook via een andere. Dus het zijn die wegen naar elkaar toe die belangrijk zijn, meer dan de definities van wat is wat. Want die definities die bepalen we zelf en die bepalen we op een hele jonge leeftijd. Door te zeggen van dit is een meisje, dit is een jongen, die heeft een zwarte huid, die heeft een blanke huid, die
zit zo in elkaar, die zit zo in elkaar. Die definities die maken we op een enorme jonge leeftijd en die maken we zelf. Dat is deel van onze opvoeding, maar het is niet te onderschatten dat die definities echt heel persoonlijk zijn. En dat mensen zelf een beeld hebben van het zit zo en zo en zo in elkaar. En je denkt dat je buurman het ook zo ziet, maar die zijn definities zijn heel anders. Ook zijn prioriteitenlijst is heel anders. Je ontmoet iemand en je denkt bepaalde dingen in een bepaalde volgorde van oh, die heeft een bril of die heeft bruine ogen of die ziet er zo. En die lijst die je afgaat, die je zelf afgaat als je naar iemand kijkt, is iets dat je doet op een heel persoonlijke basis. En iemand anders zal helemaal niet merken dat je een bril hebt of helemaal niet merken dat je rechtshandig of linkshandig bent. En anderen dan weer wel. Dus ik voel dat bij een onderwerp als diversiteit, waarin dat mensen dus praten over het probleem van het verschil, dat ze eigenlijk ervan uitgaan dat er zoiets is als specifieke definities die kloppen voor ons allemaal. Terwijl dat iedereen een heel andere definitie heeft van wat is verschil. Allee, wat is er verschil tussen mij en een ander of tussen die twee dingen. Ik heb daar een andere blik op dan jij of iemand anders. En dus we moeten, ik denk, veel meer denken in termen van wat zijn onze verbanden. Waar zijn we het over eens en waar komen we elkaar ook tegen. En dan denk ik ook dat als het dan gaat over een samenleving, waarin het woord samen heel belangrijk is, leven ook. Dus het feit van dat iets is dat je samen doet, dat je daarin kijkt naar de verbanden van wat heb jij nodig, wat heb ik nodig en hoe kunnen we daarin tot een zeker een verstandshouding komen. Veel mensen willen zich beschermen en zeggen van nee, ik dans zo, want dat is mijn stijl en dat is mijn ding. Dat merk je zelfs in stijlen als hip-hop of zo, waarin er een openheid is, een gevecht, maar ook een soort van nee, dat is mijn ding en dat is heel anders dan jouw ding. En ik vind het juist heel interessant om elkaar te contamineren en ook te zeggen van oké, jij doet dat zo, ik ga dat ook zo proberen. En het feit van dat ik probeer te spreken in jouw taal, toont ook een zekere vorm van respect. Dus dat zijn, denk ik, in een notendop een beetje mijn focussen. Die zijn altijd om de taal van de ander te willen leren, om in hun taal mijn dingen te vertellen aan hen. En omdat ik ook voel van dat daarin een deur open gaat. Ik werk met heel veel dansers. Die dansers komen van overal. Uit Zweden, uit China of uit Amerika. En dus wij spreken allemaal in een soort van eenvoudig, vereenvoudigd Engels. Soms in het Frans. En sommigen zelfs, er is een Amerikaanse danser die spreekt zelfs in het Nederlands met een Brags accent. Het is van Brugge. En dat is heel boeiend om te zien dat wij zo een manier vinden om toch te communiceren. Maar het zijn toch ook allemaal al die artiesten, dus mensen die in mijn compagnie werken, mijn compagnie dat dus een Vlaams gesubsidieerd compagnie is die hier in Vlaanderen, ook die compagnie is hier geboren, die loopt over van migranten. Van migranten die werkelijk van al die verschillende landen komen en ook dus op een andere manier communiceren in een andere taal hebben. En toch vinden wij een manier om te staan voor de Vlaamse dans. Maar ik vind het dan, al die termen worden bijna grappig als je werkelijk gaat kijken naar de inhoudelijke diversiteit die daarin zit. Of je moet accepteren dat eender welke noemer heel veel andere noemers en elementen onder zich heeft en dat je daarin echt dat eigenlijk gaat vieren, dat er zoveel verschil is. Er moet ook een zekere gevoeligheid zijn aan het behouden van zekere kwaliteiten. Ik denk dat het, bij cultuur heb je dat altijd, hè, dat die wisselwerking tussen andere culturen die jouw cultuur gaan domineren of overweldigen met nieuwe informatie.
En dan is het aan jou om toch nog, of aan de gemeenschap, om toch nog de elementen die je belangrijk vindt te blijven verdedigen. En dat kan zijn wat dat je draagt, dat kan zijn wat dat je, waar je om geeft, dat kan zijn bepaalde rituelen. Ik denk dat rituelen heel belangrijk zijn, dat die heel gezond zijn ook. Ik denk dat een probleem is dat we te weinig gezonde collectieve rituelen hebben. Voor mij is theater één van die rituelen. Het feit van dat mensen naar een voorstelling komen kijken, dat ze allemaal samen gaan zitten en dat gaan doen, is heel, dat is cultuur. Ik bedoel, dat is zo simpel als dat. Het is een momentopname waarin dat heel veel mensen samen naar iets kijken. Of dat ze dat nu goed vinden of niet. Of dat ze daar het eens mee zijn of niet. Toch hebben ze die stap gezet om samen ergens naartoe te kijken. In deze tijd waarin dat iedereen achter zijn YouTube of achter zijn computer zit. Of achter televisie. Alleen, heel individualistisch. Heel ver en afgeknipt van anderen. We denken ons te verbinden, maar eigenlijk helemaal niet. Is die fysieke nabijheid. Van theater, van dans, voor mij essentieel. En ik denk ook dat ik daarom daar nog aan deelneem. Ook als choreograaf, om mijn kunst te doen, als schilder zou ik veel meer op mezelf, en soms wil ik dat ook, op mezelf kunnen tekenen en alles voor mijn eigen houden en dan opeens aan anderen tonen. Met choreografie moet ik constant met anderen spreken, moet ik constant mij inleven in een danser of in het publiek of in wie dan ook die met mij werkt. Dus dat is een hele sociale oefening. En ik geniet daar ook van. Ik voel dat dat een manier is om je te verbinden met anderen. Dus choreografie is voor mij ook een excuus om gewoon om ideeën te delen met anderen. In beweging, maar dan ook in interviews of op duizenden andere manieren. Het geeft je een houvast om elkaar te ontmoeten. Het is een cliché om te zeggen, maar de opvoeding is heel belangrijk. En de opvoeding, we moeten beseffen dat de opvoeding ook nooit ophoudt. Dus dat eigenlijk iets is voor je leven lang. Dat niet iets is dat je enkel doet tussen je 6 en je 18 jaar en dat je dan pas klaar in orde bent om in de maatschappij te stappen en dat je dan ook niet meer moet leren. Ik denk dat er bepaalde ideeën zijn die misschien niet meer kloppen. Manieren van denken van ook een soort van, ik noem dat een soort van toerismegedrag. Van we gaan ergens naartoe, we trekken een foto, we kijken ernaar en we komen terug en we zijn niet veranderd. Ik denk dat het heel belangrijk is om je te laten veranderen door anderen, je te laten de anderen werkelijk in te ademen. Ik ben zo een tijd naar China geweest, naar een tempel in Henan, tussen Beijing en Shanghai. En ja, ik probeer niet, het is ook gewoon een realiteit. Het feit van daar te hebben gezeten heeft mij ook veranderd. En ik probeer die verandering ook gewoon mee te nemen en te koesteren en ook te delen met anderen van er is dat en dat en dat. En ik heb dat geleerd, ik geef dat nu door. Dus een van de belangrijkste elementen is dat mensen niet moeten opgeven om hun waardes door te geven. Er is een soort van, er is wel iets heel, we zijn een beetje consumenten van dingen en we houden dat voor ons eigen en dat is al niet slecht. Maar we moeten ook leren het door te geven. Als ik het belangrijk vind van, ik weet niet, de vork daar te hebben en het mes daar, is het belangrijk dat ik dat communiceer, dat ik dat uitleg van, voor mij is dat belangrijk als je bij mij thuis komt dat het zo en zo is. En dan kunnen mensen, bij mij is dat zo en zo. Maar weet je wat, bij jou zal ik het zo doen en bij jou zullen we het zo doen. Een soort van een spel ervan maken van wat waarden in cultuur kan zijn. Ik denk dat het belangrijk is voor mensen die soms te kortzichtig zijn en denken van zo zit dat bij mij thuis, om gewoon meer ervaring op te doen. Gewoon meer te, zich te proberen zich in te leven in anderen. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Sommige mensen hebben daar geen zin in en hebben ook zoiets van nee, ik ben de referentie, basta. Bij die mensen moeten we ofwel gewoon proberen toch binnen te dringen door ook te tonen dat het toch niet zo anders is. Ook. Het feit van je vork daar te hebben of daar, zo anders is dat niet. Het is nog altijd een vork. En het relativeren ook van dat verschil en van die bekrompenheid. Er is
Als ik moet toegeven, ik vind iedereen rondom mij altijd bekrompen op een of andere manier. Maar dat is ook normaal. Ik denk dat het normaal is om te vinden dat anderen soms beelden hebben die niet kloppen met die van u. Maar het accepteren ervan, het accepteren van, ja, die ziet dat nu zo en voor mijn moeder is dat nu zo. En dat ook toe te laten, gewoon van, ja, die ziet dat zo, ik zie dat zo en wij kunnen dat van elkaar respecteren, is eigenlijk, denk ik, de eerste stap. We hebben daar een heel lelijk woord voor, hè? Tolerantie. Ik vind tolerantie verschrikkelijk als woord, omdat dat op zich altijd gaat over een soort van... Je voelt je superieur aan een ander. Een soort van meerderwaardigheidscomplex zit daarin. Zo. Dus denken van, ik tolereer dat. Ik ben veel meer geïnteresseerd in het woord respect, in het idee van, voilà, ja, ik respecteer dat jij dat belangrijk vindt, respecteer terug dat ik dat belangrijk vind en zolang dat elkaar niet in de weg ligt, letterlijk, en ik denk dat er heel, heel, heel weinig elkaar in de weg ligt, dat eigenlijk moet kunnen. Maar dat de opvoeding om te leren respecteren, dat moet je natuurlijk wel hebben. En ik denk dat daarin een maatstaf is die collectief te vinden is. En ik denk dat empathie, dus het inlevingsvermogen daarin een iets is dat heel belangrijk is. En dus er zijn zo bepaalde waardes, zoals empathie, zoals respect. En dat zijn woorden die soms tot vermoeiens toe worden uitgesproken. Dus de definitie... De inhoud ervan vergeten we soms. En ik denk dat we dat gevoel, de inhoud daarvan, werkelijk moeten toepassen. En dat is in de praktijk. Dat is niet echt in het spreken. Dat is niet meer in het schrijven. Dat is echt in de praktijk. Dat is door het doen, niet door het handelen. Vandaar dat ik beweging ook zo belangrijk vind. Het is in de actie van iemand zijn hand te schudden dat er iets gebeurt. Het is niet in het idee van ik groet jou. Nee, als ik dat doe, dan gebeurt dat en dan is het te concreet. En ik denk dat die concrete uitwisseling niet te onderschatten is.